we zitten hier vandaag in de studio van Stadion. We gaan niet over voetbal praten, maar over darmkanker. Wat weet Tom Konings over darmkanker? Goh, ik moet zeggen dat ik dokter Luc Collimont al een tijdje ken en dat hij me er geregeld over gesproken heeft. Ik weet dat het een vorm van kanker is die niet zo heel vaak voorkomt, die ook heel makkelijk te genezen is, dat weet ik. En dat het eigenlijk vrij makkelijk te zien is of je in aanmerking komt om darmkanker te krijgen door een hele kleine afscheiding kan de dokter eigenlijk zien of er bepaalde cellen in je darmen zitten die zich zouden kunnen ontwikkelen tot de darmkanker. En hoe vroeger je erbij bent, zoals met alle kankers, hoe makkelijk het is om te genezen. Dus ik denk dat het wel handig is om eventueel is een onderzoek te laten doen en dan gerustgesteld te zijn. En ik meen me ook te herinneren dat het vooral is voor mensen van boven de 50 jaar. Ja, dat klopt. Heeft u zelf al iets preventief tegen darmkanker ondernomen? Goh, ik ben momenteel richting de 40 aan het evolueren, zeg maar. Ik ben 37, misschien een klein beetje vroeg, maar beter laat dan nooit. En ik denk dat ik binnenkort wel eens een preventief onderzoek zal doen, vermits het zo belangrijk is om er heel vroeg bij te zijn. Maar ik laat wel geregeld allerlei andere dingen checken om te zien of ik nog wel gezond ben. Maar ik vind dit een heel goed project, omdat ik ook vernomen heb dat we met zo'n campagne preventief al heel wat mensen kunnen genezen. Ervoor zorgen dat het niet zo ver komt. En dat is toch wel het grote doel van deze actie met Stop Darmkanker. Dus dat is een heel mooi initiatief.